Mooi hè? Bella Luigina Farmhouse. Dat is het hart van Proving Ground Balocco. Balocco is een heel klein dorpje dat ligt tussen Milaan en Turijn in. En daar hebben ze in de jaren 60 zijn ze daar gestart met een testcircuit van Alfa Romeo. De farmhouse Bella Luigina was het hart. Daar werd de lunch geserveerd. En nu nog steeds kun je daar fantastisch Italiaans eten. Maar goed, daar komen we natuurlijk niet voor. Dit is hem. De Alfa Romeo Junior Veloce. En die staat dan, hoe toepasselijk ook, want ze willen echt laten zien dat dit een hele echte Alfa Romeo is. Die staat dan voor het gebouw waar lang geleden, vanaf 1968, Auto Delta ontstond. Daar in dat gebouw, achter die oude bakstenen, onder die dakpannen, werden die prachtige GTA'tjes race klaargemaakt. Maar goed, ook daar komen we niet voor. Dit is hem. En dan deelt die techniek van bestaande auto's. Maar het is wel een Alfa Romeo. En ik ga zo direct precies uitleggen achter het stuur op het asfalt van Balocco waarom dat is. Maar kijk eens, dit hebben ze dit keer weer gevonden. Het logo, de serpent hè, van de Visconti's. De adellijke familie uit de 12e, 13e eeuw. Daar hebben ze dat van geleerd. Het kruis van Milaan. En dat allemaal zit in dat logo. En dat zit dan weer in die grill. En dan heeft een grill. En hij heeft hem niet nodig, want hij is elektrisch. Maar hij heeft hem wel. Waarom? Omdat er ook versies zijn met een verbrandingsmotor. Daar hebben wij geen zin in. Wij gaan alleen maar voor de volledig elektrische. De Alfa Romeo Junior Veloce. Aan de naam ligt het in elk geval niet. En wat is nou het grote verschil met die bestaande Europese merken en de nieuwe merken uit voornamelijk China? Die hebben geen historie. Kunnen dus ook niet teruggrijpen op dat wat toen was. Nou, bij Alfa Romeo hebben ze historisch een beetje uitgevonden. In 1910 ontstond het in Milaan. En nu zijn we een hele poos verder. Maar deze achterzijde bijvoorbeeld, hij is markant. Mag zelf weten wat je ervan vindt. Ik vind het stoer. Ik vind de voorkant beter gelukt overigens dan de achterkant. Ja, dit hangt. Het zou ook misschien een tikkeltje triest of zoiets. Maar aan de andere kant, die benaming die ze ervoor hebben bedacht. Coda Tronca. Oftewel afgehakte staart. En dat was toen ook, hè? Destijds de Spider. En er zijn veel meer Coda Tronca's geweest. Maar ze hebben het er gewoon weer bij gehaald. En dan hier natuurlijk weer het beeldmerk. De wielen, hè? Met grote gaten. Het zijn de vier. Die had ze ook met vijf. Heel erg Alfa Romeo. En wat ik absoluut knap vind, de basisstructuur van de auto. Dus dat is niet alleen het platform en wielophanging, maar ook die hele structuur van die body, die komt overeen met die andere modellen van de Stellantis groep. Waar Alfa Romeo bij hoort. En toch, kijk hier zie je het bijvoorbeeld aan, hè? Dat hebben die anderen ook. En toch hebben ze er Alfa Romeo van weten te maken. En dat is knap en dat is ook heel belangrijk, want dat is de enige kans op heel veel succes. Het moet Alfa Romeo zijn. Proeven, ruiken, rijden. Ja, dat gaan we dus doen. Rijden. Tijd. Die kant gaan we op. Balocco, testcircuit. Een of andere manier, weet je, mijn verwachtingspatroon was laag. Ik zeg het jullie eerlijk, het was laag. En dan ga je naar Balocco en ik ben hier echt vaak geweest met allerlei bijzondere Alfa Romeo's gereden, met diverse GTA's, met hele leuke klassiekers. Ooit een keer met de Fiat Mephistoffele, dat is zo'n vooroorlogse dinosaurus. Dat is maar één van een heel groot ding, maar allemaal auto's met karakter, met historie, met beleving. Ja, en dan word je uitgenodigd voor de junior die op een platform staat, waardoor Opel en Peugeot en Citroën en Fiat en DS en noem ze allemaal maar op wordt gebruikt. Veel van hetzelfde, dacht ik. Je voelt het natuurlijk een beetje aankomen in de spanning aan het opbouwen. Het is niet veel van hetzelfde. Twee dingen springen eruit bij deze auto en dat maakt er een Alfa Romeo van. Er zit een in eigen huis ontwikkelde elektromotor in. Met een beetje hulp van alle expertise die ze in huis hebben natuurlijk. Ah, oké. Ze vinden, dit is een Alfa Romeo elektromotor. 280 pk in de Veloce. Ik heb niet met de normale junior gereden. Die heeft veel minder pk's, iets meer dan 150. Dat is echt de auto die lijkt op die modellen van Opel en Peugeot qua karakter. Het gaat, vind ik, bij de junior om de Veloce. Die pas eind van het jaar leverbaar wordt, hè.
De gewone junior die kun je nu al bestellen. Deze, de dikzak, 49.000 euro, 280 pk sterk, eind van het jaar. Wacht erop. Weet het. Echt waar. Wacht erop. Twee dingen. Ik zei het al. Die elektromotor, heel veel vermogen en een limited spare differentieel. En ze zijn er ontzettend trots op. Want, zeggen ze, wij hadden dat in het verleden ook wel eens op een auto zitten. Ja, en degene die ietsje ouder is, de Alfa 147 GTA. Ik heb een 147 gehad, dat was mijn allereerste nieuwe auto. Geen GTA, dat niet. Dat was een 2 liter, maar ik heb wel vaak met die GTA gereden. En dat was me daar een gave auto. Een auto waarin je aan het stoeien was. Die trok in het stuur, die wilde alle kanten op. Maar uiteindelijk wilde die vooral heel erg hard. Nou, deze Veloce heeft, vanwege het platform waar die op staat, voorwielaandrijving. Maar ze willen er wel veel vermogen in. En ja, hebben ze nagedacht, hoe kun je dat doen? Ja, veel vermogen in een elektromotor, een aan-uitmotor die in één keer bam kracht levert. Dat is een groot probleem. En dus hebben ze zo'n sper ontwikkeld, dat ertussen gezet, tussen de voorwielen. En wat er ontstaat is een hele leuke auto. Een auto die je heel mooi op het gas kunt sturen. Makkelijk doseerbaar. Je kunt vroeg op gas. Veel vroeger dan met een gemiddelde andere elektrische auto met voorwielaandrijving. En wat ze heel goed hebben gedaan, en dat is typisch Alfa Romeo ook. Dat had die 147 in het verleden ook. Hij is niet knalhard. En een dynamische sportieve auto hoeft helemaal niet knalhard te zijn. Je gaat er namelijk niet mee het circuit op. Je rijdt gewoon op de openbare weg. En deze heeft dat ook. Er zit een beetje beweging in. Je kunt die achterkant een klein beetje zetten. En dan heel mooi opvangen. Doordat je altijd tractie hebt door dat sper. Het is gewoon echt een leuke auto om te rijden. Dit is er weer zo één. En er zijn er gelukkig komen er steeds meer leuke elektrische auto's. Dit is er ook weer zo eentje. Hier kun je gewoon lol in beleven. Je moet je eens voorstellen, hè, hoe moeilijk het is voor een merk als Alfa Romeo om iets leuks te maken met een elektrische aandrijflijn. Hè. Het is een passiemerk. Het is een merk dat koop je met je hart. Het is emotie. En ja, een auto met een verbrandingsmotor, die is heel makkelijk gepassioneerd te maken. Want een verbrandingsmotor heeft karakter. Die heeft een toerenopbouw. Hij is vierkant of hij maakt graag toeren of liever koppel. Hij heeft een bepaald geluid. En allemaal karakteraspecten die een autofabrikant eraan kan meegeven, waardoor die eigenlijk een soort van ja, body geeft aan die hele auto. Nou, hetzelfde geldt voor een versnellingsbak. Heeft hij die 5, heeft hij die 6, heeft hij die 7? Hoe schakelt het? Is het klik-klak of zijn het lange halen? Hoe is het met de overbrengingsverhoudingen? Dan het totale geluid van de auto. Oftewel, allemaal karakter. Nou, dat is misschien een hele lange inleiding, maar het zit niet meer in een elektrische auto. Al die facetten zijn verdwenen. Wat er over is gebleven is een elektromotor en die doet maar twee dingen. Dat is aan of uit. Meer zit er niet op. Kun je ook geen karakter in creëren. Dus hoe maak je dan als merk, als Alfa Romeo, toch zo'n ding beloftevol, gepassioneerd? Hoe doe je dat dan? Dat doe je dan dus door lekker in die historie te gaan grijpen. Met de naam Junior, geen Milano. De auto wordt gebouwd in Polen, dus dat mocht blijkbaar niet. Maar maakt het uit. Gewoon Junior. Het is historisch verantwoord. Milano trouwens ook. Maar, hè? We noemen hem gewoon zo. Maar bovendien zie je overal van die speelde prikjes die teruggrijpen in de historie. Van binnen zie je wel wat verwijzingen naar de andere modellen. Hè? De shiften van de voor, achteruit bijvoorbeeld en zo nog wat dingen. Maar het is toch wel echt Alfa Romeo. Met een Alfa Romeo stuur, met Alfa Romeo stoelen. Met een totale beleving, hè, in het rijgedrag. Want hij rijdt significant anders dan die andere producten uit de Stellantis-groep. Het voelt aan als een Alfa Romeo. Wat ik erbij zeg, als Veloce. Als Veloce. Deze moet je hebben. Ja, dan eventjes wat cijfertjes. Hij is niet per se moddervet. Net geen 1600 kilo. Wat ook alweer te verklaren is, want er zit namelijk geen extreem dikke accu in. Hij haalt een goede 400 km actieradius WLTP. Dat haalt hij uit een 54 kWh accu. Ik vind het een beetje gek dat daar niet wat in gevarieerd wordt. Grotere. 54 is oké, niet meer dan dat. Even een grotere accu erin.
Maar goed, vooralsnog leveren ze die niet. Hij laat aan een DC-lader op 100, aan een AC-lader op 11. Ja, 100. Kan beter. Maar goed, dat zijn dan dus die cijfers. En die cijfers komen overeen met al die producten uit die Stellantis-groep. Maar zoek je een SUV-achtige elektrische auto voor onder de 50.000 euro, waar je ook gewoon af en toe lol in kan beleven. Nou, dan is dit hem. Cupra biedt ze ook aan. En Alfa Romeo nu ook. Kijk, trekt mooi in het stuur. Een Torsen type D-Sper. Dat maakt die auto's heel leuk. Het stuurt goed. Er zit een beweging in dat onderstel. Op de juiste manier. Hè, waardoor je hem lekker kunt laten uitbreken. Er zijn erbij, bij jullie, die gaan over hun nek. Alfa Romeo elektrisch. Nou, Alfa Romeo wordt over niet al te lange tijd volledig elektrisch. Maar je moet het ook andersom bekijken, hè. Hoe was het met het bestaansrecht van het merk als het niet elektrisch was geworden? Ja, als we nog steeds conventionele aandrijflijnen hadden, dan denk ik dat het er niet goed uitzag. Nu, doordat die transitie naar die elektrische auto is ingezet, zal er zeker interesse zijn van mensen die eigenlijk iets van voorheen, hè, Alfa Romeo, historisch, passie, Italië, en dat dan wel efficiënt en elektrisch. En dus denk ik, en ik hoop het ook een beetje, want mijn hart ligt een klein beetje bij dit merk. Maar ik denk het ook werkelijk dat door dit soort auto's met een elektrische aandrijflijn juist Alfa Romeo meer bestaansrecht krijgt. En een grotere doelgroep creëert. Want je wil je onderscheiden. Ook in een elektrische auto. Nou, dat kan met deze. Met de Junior Veloce.